Welkom in een nieuwe aflevering van Stem voor Later. Het is een talkshow van 50PLUS waarin wij vooral willen laten zien dat 50PLUS veel meer is dan alleen maar pensioenen. Wij zijn alle markten thuis. Vandaag hebben wij aan tafel een aantal mensen. We gaan vandaag het hebben over onderwijs, we gaan het hebben over werkgelegenheid en we gaan het hebben over ons schoon drinkwater. We gaan eerst beginnen met een voorstelrondje, Gerard. Ja, nou, mijn naam is Gerard van Hoofd, een waarnemend voorzitter van de 50PLUS. En ik doe met veel plezier deze leuke talkshows met Robert al een tijdje. Zeker. Ja, wat ik nog even wilde zeggen, bedankt voor alle reacties, de positieve reacties, opbeurende reacties, maar ook aanvullende reacties. Absoluut. En we worden iedere keer een stukje beter. Nou, mijn naam is Bas Klaas. Ik ben bestuurslid van Provincie Noord-Brabant sinds kort. En de jongste ooit gekozen daarvoor. Ik ben Jan Vonhoff. Ik ben lijsttrekker voor Provinciale Staten in Drenthe. Ik heb op dit moment ook al bijna twee bestuursperioden achter de rug in het waterschap Hunze en Aas in Veendam. Kijk. Mooi. Ja. Mijn naam is Frank Aerts. Ik ben lijsttrekker voor waterschap de Dobbel in Noord-Brabant. En ik sta op de lijst voor Provinciale Staten Noord-Brabant. Top. Mijn naam is Presley Berg. Ik ben binnen 50PLUS persvoorlichter, landelijk persvoorlichter. En ik ben onderwijsspecialist. Ja, vandaar ook je komst vandaag, heer Presley. Ja, graag. Mm-hmm. Ja. Ik ben Rob Hompen, ik ben uw presentator vandaag en ik zou eigenlijk willen voorstellen dat we om in de stemming te komen even gaan kijken naar onze wekelijkse columniste Ellen Verkoelen uit Rotterdam, een raadslid in Rotterdam en ze staat volgens mij ook op de lijst voor Provinciale Staten en op de lijst voor de Eerste Kamer. Ellen die gaat ons even in de stemming brengen. We gaan even kijken. Beste kijker, ik zit hier achter mijn laptop nadenkend mijn overpeinzingen op te tikken in een betoog die gaat over onderwijs. Want onderwijs geeft meer kansen in het leven. Geen onderwijs betekent een armer bestaan. Zonder onderwijs krijgen mensen geen merk en raken mensen geïsoleerd. Wie investeert in het onderwijs heeft zeggenschap over het leven van mensen. Helaas beseft de politiek zich dat veel te weinig en veel te laat. Dat er genoeg banen voor iedereen zijn, dat spreekt mensen natuurlijk erg aan. Maar dat het werk steeds complexer wordt, dat jongeren in de toenemende armoede niet meer kunnen studeren, dat ouderen geen omscholing meer aangeboden krijgen, dat er een scheiding tussen geschoold en ongeschoold personeel ontstaat, dat daarmee de tweedeling tussen arm en rijk toeneemt en dat er veel te weinig leerkrachten zijn, daar is het veel te weinig over gegaan in de politiek. En dat terwijl we toch het land zijn van een leven lang leren. Maar helaas geldt dat niet als je ouder wordt. Want dan biedt de werkgever geen om- en bijscholingen aan. Helaas hebben we het ook niet over ambachtelijke scholing. De timmerman, de loodgieter, de vrachtwagenchauffeur, de stratenmaker. Die deskundigheid plukken we uit het buitenland. In deze liberale samenleving praten we liever over hoger geschoolde werkgelegenheid. Als het hoogtepunt waar elk kind naartoe zou moeten streven. ICT, wetenschap en juristen zijn het ultieme doel. 50PLUS wil de prioriteiten scherp zetten. Onderwijs geeft mensen betere kansen in het leven. Laten we inzetten op het leren van ambachten. En daaraan gekoppeld betere salariering. Laten we meer geld vrijmaken voor onderwijs voor iedereen. Voor jong en oud en voor alle lagen van de bevolking. Laten we investeren in aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Zodat er ingespeeld kan worden op de behoeften van jong en oud. 50PLUS vindt dat Nederland werk moet maken van een leven lang leren. 50PLUS wil dat er genoeg onderwijs voor iedereen is. 50PLUS wil u een passende opleiding aanbieden. 50PLUS wenst u een wijs leven. Mooie woorden. Ja, mooie woorden in ieder geval. Ja, we beginnen natuurlijk met de eerste stelling vandaag. En de eerste stelling luidt, Gerard. Ja, dat is eigenlijk de alles of niet stelling. Krijgt ons onderwijs een voldoende? En dan wil ik eigenlijk beginnen met onze echte onderwijsspecialist, Presley. Wat zou jij ons onderwijs geven? Ja, dan bedoel je natuurlijk de kwaliteit. De kwaliteit in het algemeen. Een 4. Een 4. Ja. Frank?
Ik ben misschien iets positiever, een 6. Een 6. Ik ga er tussenin zitten, want ik houd het op een 5. Een 5. Nou, ervaringsdeskundige. Ik ben het met Presley eens, een 4. Een 4. Nou, dan zitten we volgens mij op 4,6 gemiddeld ergens. Ja, dat is gezakt. Dat is dus. Nee, blijven zitten. Ja, ja. 5,5 moet je minimaal hebben. Ja, inderdaad. Dus het onderwijs is bij deze gezakt. Robert, wat kunnen we daaraan toevoegen? Nou ja, kijk, dan kijk even naar Presley. Wat zouden we als 50-plus kunnen betekenen om dat beeld naar een 7 van 8 of misschien wel een 9 te brengen? Nou, 50-plus zou zijn best kunnen doen om later, als je deel uitmaakt van de regering of in de oppositie, om de aandacht meer op onderwijs te vestigen. Want onderwijs in de Tweede Kamer, dat is sluitpost. Als je Kamerlid wordt in de Tweede Kamer en er worden portefeuilles uitgedeeld, dan is onderwijs het laatste wat je krijgt. Mm-hmm. En de minst beste, die krijgt onderwijs in de portefeuille. Mm-hmm. Ik word regelmatig gevraagd om te souffleren tijdens commissievergaderingen in de Tweede Kamer bij verschillende partijen. En ik ben ermee opgehouden, want een enkeling, 2 of 3 mensen die daar al heel lang rondlopen en die ook in het onderwijs hebben gewerkt, die weten er iets van. De rest heeft geen idee waar die het over heeft, maar die gaan wel over miljarden. Oké, maar even terugkomend, Presley, op de oorspronkelijke vraag. Wat kan de 50-plus voorstellen om de kwaliteit van een 4,6 naar een 9 liefst te doen? Nou, wat wij kunnen doen... Ja, het is, zijn er concrete plannen daarvoor in de maak? Nee, kijk. Je zou eerst een visie moeten hebben op onderwijs. Je kunt niet zeggen wat kan 50-plus betekenen, want er is geen visie op onderwijs in dit land. We zouden eerst een visie moeten formuleren van waar wil je naartoe. Vervolgens ga je kijken hoe de organisatie in elkaar zit en wat wil je dat mensen moeten kennen en weten. En dan pas kun je zeggen van wat kan 50-plus betekenen daarin. Ik kan wel een voorzetje geven. We moeten in ieder geval zorgen dat wij in dit land het onderwijs niet in handen geven, zoals het nu is, van ideologen. Ideologen, dat zijn mensen die bepaalde ideeën hebben over hoe je kinderen dingen moet leren. En die ideeën zijn vaak hun eigen ideeën. En die zijn niet gebaseerd op de werkelijkheid. Die zijn ook niet gebaseerd op de haalbaarheid. Maar puur op een zweverig idee. Dus wat je zou moeten doen is vastleggen wat willen we met ons onderwijs, wat moeten mensen kennen en kunnen. Dat is 1. Tweede punt is, waar het nu aan schort, is dat in de jaren 90 de overheid de verantwoordelijkheid over de schutting gegooid heeft als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. En men hangt het dan op aan artikel 23, 21, vooral artikel 23, dat iedere school zelf bepaalt hoe het onderwijs in elkaar steekt, terwijl het eigenlijk bedoeld is. Het had te maken met die zuilen, de katholieken, de protestanten, enzovoort. En daar is misbruik van gemaakt, want die scholen zijn verzelfstandigd. Ik moet even een verhaal wat korter, anders krijg je een heel lang verhaal. Zijn verzelfstandig. Dat betekent dat de overheid zegt, op basis van het aantal studenten, leerlingen, krijg je een zak met geld. De lump sum financiering. Ja. Dus wat gebeurt er? Die scholen die gaan hun best doen om leerlingen binnen te halen. En die gaan hun best doen om zwarte cijfers te halen en geen rode. Als je te veel docenten binnenhaalt die een hoge kwaliteit hebben en goed opgeleid zijn, moet je veel betalen, dus dat gebeurt niet. En dus krijg je heel veel leerlingen in de klas, waardoor de kwaliteit van het onderwijs omlaag gaat. En de kwaliteit van het onderwijs heeft te maken met die leraren en die worden dan sluitpost. En dat betekent dus, als je... Er is onderzoek geweest, ik maak mijn zin niet af, maar het schiet me in één keer binnen. Als je 1 euro, en dan heb ik over een onderzoek, dat is 10 jaar geleden gedaan en dat is nu nog steeds geldig. Bijvoorbeeld in het beroepsonderwijs gaat van elke euro 23 cent naar de leraar in de klas. Afgezien van salaris, want salaris dat is een ander verhaal. Dus het is zeg maar een kleine kwart en de rest gaat naar gebouwen. Gaat naar allerlei andere zaken, maar niet naar onderwijs. Als je hierdoor, je hebt hier vast grote scholengemeenschap, maar ook in Sittard en al die grote steden hier in de buurt. Kijk maar eens hoe het onderwijsgebouw eruit ziet. Het is het mooiste onderwijs, het mooiste gebouw van de stad vaak. Windowdressing? Ja, puur windowdressing. Ik zeg altijd, hoe rijker en hoe mooier het gebouw, hoe armer het onderwijs. Ja.
Oké, Jan, hoe is het in Drenthe met de mooie gebouwen van scholen? Zijn er nog grotere plannen om nog grotere conglomeraties, monsters op te richten? Ik ken de plannen van Drenthe niet ten opzichte van hoe het onderwijs opgezet moet gaan worden. Ik weet wel dat daar redelijk wat oudere gebouwen staan. Dat zie je nu met de energiecrisis, komt dat heel goed naar voren. Okay. Dat toch wel gebouwen zijn die heel veel energie kosten. Dat is ook gebleken bij de corona trouwens, want er moesten gelucht worden. Dus nou, dan weet je ook wat er gebeurt. Ik denk dat wij eigenlijk een beetje een onderwijscrisis hebben. En die onderwijscrisis begint bij de basis, in mijn optiek. Want bij de basis heb je het over de basisschool. En vandaag aan de dag, mijn vrouw heeft aan de basisschool gestaan. Het probleem van haar was toch eigenlijk wel dat ze voor de helft bezig was met zaken die niet rechtstreeks voor het kind waren. Dat was achter de computer, dat was staatjes invullen en maar zorgen dat er overal een vinkje staat en dan ben je een goede klas. En dan zie ik het verhaal van Wesley die zegt van... Wesley, hoor mij. Denk maar aan Elvis. Ja, precies. Dan zie je dat verhaal dat daar dus inderdaad maar 23 cent overblijft. En dan denk ik bij mezelf, dat is toch eigenlijk, als je dat al 10 jaar geleden hebt onderzocht, en het is nog steeds zo, waarom zijn wij dan niet in staat om dat te doen? Wij hebben een onderwijscrisis, die begint bij de basis. En we moeten zorgen dat wij mensen krijgen die ook, en Elf Koel heeft het net gezegd, die stratenmaker willen zijn. Met eer en beroep in een beroep. Daar moeten we naartoe. We moeten die LTS die opgedoekt is, dat moeten we eigenlijk weer terughalen. Maar daar valt ook geld in te verdienen. Oké, de LTS'en zijn de ROC's geworden. En die zijn echt wel ambachtelijker ingericht. En veel breder ingericht. Maar ik wil even naar onze ervaringsdeskundige op hele korte termijn. Dat is Bas. Bas, jij bent de jongste. Dat klopt. Je hebt recentelijk... onderwijservaring gehad natuurlijk. Hè? En jouw studie als IT'er zit je eigenlijk in een continu proces van bijleren. Hè? Maar is nou ook niet een verarming van onderwijs eigenlijk het verlies aan respect voor de leraren? Wat denk je, heb jij daar zelf iets van gemerkt? Nou, dat scheelt natuurlijk echt per persoon. Ik heb altijd respect voor leraren gehad. Maar ik heb zelf wel meegemaakt dat ik leraren heb gehad die minder dan mij... in het vak wist. En dan praat je specifiek over IT. Ja, reden, want dat is jouw expertise. Over IT. Dus daar weet ik meer vanaf. En ik merkte heel vaak dat de leraar soms minder van het vak af wist dan ik. Ja, dat is, ik heb bijvoorbeeld een vak gehad, ging over servers. Maar verlies je dan ook automatisch het respect en straal je dat dan ook uit? Of hoe moeten wij dat zien? Want je hoort natuurlijk vaak dat leraren tegenwoordig ook zelfs worden aangevallen in de klas. Al of niet verbaal, maar ook fysiek. Het wordt steeds erger. Maar dat moet je nooit goedkeuren. Ja. Nee, maar heb jij daar uit jouw ervaring ook nog iets mee kunnen doen in je omgeving? Merk jij dat? Nou, wat wij hebben gedaan en wij hebben met heel onze klas en andere klassen die van dezelfde leraar les kregen... hebben wij een petitie opgestart en die bij het hoofdbestuur van de school neergelegd. En wat die uiteindelijk ging over? Die petitie ging over? Over dat de leraar voor het vak wat hij gaf niet bekwaam genoeg was. Oké, niet bekwaam. En uiteindelijk is hij dus van die les afgehaald. Nee, ja. En hebben ze iemand neergezet die wel zijn... En die wist er meer vanaf als jij. Ja. Dus daar kon je weer wat van leren. Nou, maar die is een mooi praktijkvoorbeeld. Nou, waar jij het net over hebt, over die bekwaamheid en bevoegdheid. Voor het beroepsonderwijs, kijk, in het voortgezet onderwijs heb je een bevoegdheid nodig. Eerste of tweede graad bevoegdheid. Voor het beroepsonderwijs bestaat de wet beroepen in het onderwijs. Dat betekent dus dat het bestuur zelf mag bepalen of jij bekwaam bent. Ik heb een eerste graad bevoegdheid Nederlands universitaire opleiding. Maar het bestuur kan gewoon tegen een secretaresse zeggen... Jij hebt drie brieven geschreven, jij gaat nu Nederlands schrijven. Ja, dat gebeurt dus. Een beetje ervaringsdeskundige kan zo voor de klas. Mag ik daar een vraag op terugstellen? Ja. Momenteel is natuurlijk... het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het onderwijs. Ja. In principe de kwaliteit van. Ja. Dus het ligt er net aan hoe ambitieus is die schoolbestuur. Hangt er vanaf wat je onder ambitie verstaat. Hè? Kijk, je kunt niks, maar je hebt het over leraren. Jan die had het net over de basis. Kijk, aan die basisschool zit ook een basis. Dat zijn de leraren die van de pedagogische academie afkomen. En daar is het onderwijs buitengewoon slecht. En die mensen kunnen niet eens rekenen. Die kunnen, ik heb twee collega's van mij, die zijn gepromoveerd. Zijn taalkundigen en die hebben vastgesteld... dat een afgestudeerde PABO-leraar, dus iemand die op de basisschool les gaat geven per A4... meer dan 50 spel- en taalfouten maakt. Precies.
Dat zijn dus mensen die les gaan geven aan jouw kinderen. Ja. Dus geen wonder dat 26% van onze 15-jarigen functioneel analfabeet is. Dus dan moet je niet naar die basisschool gaan en zeggen van extra lessen. Nee, je moet naar die leraaropleiding gaan en zeggen. En dat is iets voor 50+. Mm-hmm. Mensen, die leraaropleidingen zijn zo belangrijk. Precies. We hebben er meer dan 100 in Nederland. Okay. Je centreert ze in 4 gebieden in Nederland. Ja. En het valt meteen onder het ministerie. Dat is in Finland ook zo. Er is een drastisch tekort aan leraren. Sorry, daar ben je af van die kwaliteitsvraag. Dat wil ik zeggen. Maar mag ik even daarop terugkomen? Ja. Ik wil een stelling aan Presley vragen. Vind jij dus dat het verantwoordelijkheid bij de provinciale bestuur moet liggen? Nee. Nee. In plaats van bij het schoolbestuur? Want dan bij het provinciaal bestuur bedoel je? Ja, dus bij de provincie. Nee. De verantwoordelijkheid over de inhoud van het onderwijs moet bij de overheid liggen. Ja. Dus landelijk. Je moet landelijk zeggen van luister eens, alle basisscholen, alle voorzet onderwijs, dat is het niveau, dat moet je bereiken. En als je dat bereikt, dan zijn we er. Het hoe, dat is artikel 23, dat mag aan de scholen overlaten. Maar ook daar is men met de kop tegen de muur aangelopen. Waarom? Omdat het hoe heel erg breed geïnterpreteerd is. Hè? Dus wat deden ze nou? Hoe? Nou, ieder wijs onderwijs, dan laat je kinderen binnenkomen en dan zeg je van, je maakt zelf uit wanneer je leest of schrijft of rekent. En als je 12 bent, kan je nog niet rekenen, want dat kan. Het Dalton onderwijs. Nou, Dalton onderwijs, goed onderwijs. Daar wordt op de juiste manier van de vrijheid gebruik gemaakt. Ik wil even een leuke stelling aan Frank voorleggen. Frank, er is tegenwoordig steeds meer sprake van een soort van onderwijsdiscriminatie. En wat bedoelen ze daarmee eigenlijk? Dat je nu al ziet dat, wat Presley eerder ook al zei, de scholen moeten nu eigenlijk een soort van verdienmodel gaan ontwikkelen om hun eigen financiering en mooie gebouwen te kunnen financieren en meer subsidie te krijgen. Wat er nu gaande is, dus dat op een bepaald aantal stromingen van de universiteit en maar liefst 25% van de studenten buitenlands is. Die betalen 4-5 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander en zijn daardoor een gigantisch verdienmodel voor de desbetreffende universiteit. Klopt niet helemaal hoor, maar dan corrigeer ik dadelijk wel. Ja, daar komen we dadelijk op, ja. Nou, dat is natuurlijk, als 25% buitenlander is, die verdwijnen ook weer. Dan zal nog een enkeling blijven hangen. Maar daardoor hebben de Nederlandse studenten, de doktoren en de anderen ook, minder kans natuurlijk om een vergelijkbare studie te volgen. Met andere woorden, de stelling, onderwijsdiscriminatie. Nederlanders hebben geen of minder kans om een universitaire studie te volgen vanwege de buitenlandse studenten die in aandeel alleen maar groeiende zijn. Hoe denkt de 50-plus daarover? Ja, dat gevaar zit er inderdaad in. Een hele hoop zaken zijn eigenlijk al benoemd. Hè. Regeren is vooruitzien. Visie ontwikkelen. Want dat is wat ik er op de eerste plaats al aan vind mankeren in het onderwijs. En dat zie ik op meer gebieden terug. Als je niet weet waar je naartoe gaat, kom je er hoe dan ook altijd. Of er een groter risico is, zeg maar, doordat er meer buitenlanders in Nederland studeren. Ik denk ja. Ja, want het model, zoals het oorspronkelijk was ingericht, namelijk dat iedereen recht heeft in Nederland op goed onderwijs. En de ene die gaat een technische richting in en leert voor timmerman. En dat is net zo goed als iemand die zeg maar naar de universiteit gaat en arts wordt. Hè? Ik bedoel, ze zijn allemaal mensen dus gelijkwaardig. En ik heb het gevoel dat het allemaal een beetje, ik wil niet nu onmiddellijk het vergelijk met zorg oproepen, maar dat het allemaal in marktmodellen wordt gegoten, in systemen, omdat het dan voor een aantal mensen die in de besturing zitten kennelijk makkelijker wordt om zeg maar op prestaties, op cijfers en vooral op geld te meten. Terwijl ik denk dat onderwijs, als ik het goed heb, maar dan weet Presley beter dan ik, gaat er in Nederland ruim 50 miljard. Had ik begrepen, enorm. Ja. Dus het is best wel veel geld. Van de andere kant denk ik van, weet je, dat is de basis voor de rest van je leven. Dat is één punt. Maar die basis die verdwijnt naar het buitenland. Maar de basis die verdwijnt inderdaad. Gros. Nou, voor een deel, denk ik. Ik denk niet, Iedereen alleen blijft hangen. Je kunt het ook van de positieve kant bekijken. En dan zeggen van, doordat buitenlanders hier studeren,
worden meer van de kosten gedekt. Alleen het, ja, de hoe heet het? Wij hebben Nederlanders minder kans. Ja, dus dat, ja. Dat klopt. Is het een idee anders om een soort maximum in te stellen? Zo van, nu is het tussen de 20% en 25%. Zouden we bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou jongens, buitenlanders prima. Hè, voor een stukje verdienmodel en ook eventueel creatieve input in het proces. Dat is allemaal goed. Maar trek de streep bij 5% of zo. Dan hebben we 20% meer Nederlandse studenten en 20% meer kansen om tekorten op die markt even in Nederland aan te vullen. Zou dat een idee zijn? Ja, daar zou je over kunnen discussiëren om dat percentage aan te passen. Maar ik denk dat je dan voorbij gaat aan de basis, aan de bron. Wat ik straks zei, van iedereen heeft recht op goed onderwijs. Dat geldt voor de Nederlanders. Te ontwikkelen. Dus het moet veel meer gaan over de inhoud, vind ik. Dan alleen maar over geld. Het wordt steeds gemeten op geld. Het ligt toch iets anders hoor, ja. Gerard. Kijk, het is niet juist over die bedragen. Chinezen, Russen, dus niet EU-studenten, die betalen instellingscollegegeld. Dat kan 10.000 euro zijn, dat is inderdaad 25.000 euro. Maar de meeste studenten, zo'n 85% komen uit de EU. En dan zijn wij als Nederland verplicht die mensen onderwijs tegen dezelfde condities te leveren als de Nederlandse studenten. Dus gewoon collegegeld. En dat is, de idee hierachter is dat er een soort reciproke plaatsvindt. Dus in die zin van, ze mogen hier komen, dan mogen de Nederlanders daar ook heen. Maar wat is nou het probleem? Van, er komen 10 keer zoveel buitenlanders hier dan de Nederlanders naar het buitenland gaan. Dus en alleen maar met een uitwisseling, Erasmus Rotterdam, gaan ze erheen. Nou, niet Rotterdam, maar Erasmus, zo heet dat. En wat is nou namelijk het geval? Zij betalen 2000 euro, maar voor elke student, Nederlandse student, dus ook de EU-student, betaalt de overheid 8000 euro per jaar. Iets minder. Tussen de 6 en de 8, afhankelijk van de opleiding. 6 tot 8000 euro per jaar. Erbij lappen. Hè? Dus je maal 4, dus zo'n 16.000 euro voor de hele opleiding per student. En hoe komt dat? Dat komt, waarom komen hier zoveel buitenlandse studenten? Die universiteiten die roepen maar wat van ja. We kunnen ze niet aan. Natuurlijk kunnen ze eigen schuld. Want wij hebben namelijk, toen ik vicevoorzitter van het Beter Onderwijs Nederland, een rechtszaak gevoerd tegen de Universiteit Maastricht en Twente. Waarom? Omdat zij alle opleidingen aan het verengelsen zijn. Ja. En waarom zijn ze die aan het verengelsen? Om buitenlanders te krijgen. Dus dan moet je nou niet dan gaan lopen janken van ja, maar we hebben er te veel. Nee, het is je eigen schuld. De enige oplossing is, schaf dat Engels af of bied ze tweetalig aan. Of, dan droogt die bron van buitenlanders vanzelf op. Of een percentuele quota instellen. Dit is het maximum, jongens. Want wij hebben onze eigen Nederlandse studenten. En dat is het grootste probleem. Onze eigen Nederlandse studenten hebben gewoon minder kans om onze eigen Nederlandse economie te gaan uitbouwen. Ja, maar los daarvan, het is veel erger, Gerard. Want sorry, ik ben te lang te veel aan het woord, geloof ik. Maar het is veel erger. Want door die verengelsing in het hoger onderwijs zijn er een heleboel kinderen, jonge mensen, die hun studie niet gaan doen. Want het is Engels. Ja. Ik wil een studie in het Nederlands hebben. Precies. Dus ik kies een studie waar ze eigenlijk niet voor hebben, zouden willen kiezen. Of ze gaan ergens anders heen. En mensen uit aan de onderkant van de samenleving die zich opgewerkt hebben, waarvan de ouders, van wie de ouders geen hoger onderwijs gevolgd hebben, maar die kinderen wel slim genoeg zijn om te doen, die stoppen ermee. Ja. Die gaan dat niet doen in het Engels. En daar komt het ook bij, en daar had jij het nog over. Ja. Die stoppen ook, omdat die leenangst hebben. Ja. Met andere woorden, stop het verengelsen van onze studies. Absoluut. Zet een quota aan het maximum aantal buitenlandse studenten, om onze eigen studenten meer de gelegenheid te geven. En ook die kennis binnen de Nederlandse economie te houden. Weet je wat het ergste is? Kan dat? Maar ik hoorde net Presley zeggen dat elke Europeaan die in Europa zit, hier mag studeren. Ja. Dus dan kun je hem ook niet tegen, kun je niet op 5%. Nee. Ik wil jullie even een kleine stelling voorleggen. Deze week was behoorlijk in het nieuws dat de Holocaust een aantal jaren geleden geweest is. Toen is men de straat op gegaan en men heeft aan jeugd gevraagd, weet jij wat Holocaust betekent? En ik schrok van die uitzending, daar schrok ik behoorlijk van. Men dacht dat het een YouTube of een Netflix filmpje was. Dat het onzin was. Dat bestond toch niet dat 6 miljoen mensen gestorven waren? Dat kon toch niet? Dat bestond toch niet? Ik ben daarvan geschrokken. Ik denk, ligt dat nou aan mij? Of als we het over respect in de samenleving hebben,
Missen we dat stukje onderwijs, in het basisonderwijs? Ik heb dat net al aangegeven, Robert. Ik vind het een onderwijscrisis. Want wij hebben inderdaad in ons basisonderwijs hebben we blijkbaar niet meer de behoefte of misschien wel de kracht om inderdaad onze jeugd, de jeugd van nu, straks de ouderen van de toekomst, hè, ook dat nog, dat die dat soort dingen wordt bijgebracht. Ik heb een kleinzoon, die heeft geen adreskunde gehad op de basisschool. Daar kwamen ze pas achter toen hij dus naar het voortgezet onderwijs op zijn 12e leefde. Nooit adreskunde gehad. Dat heet dan geografie en allerlei andere termen. Maar inderdaad, dat is toch triest, jongens. Dat je dat moet constateren op je 12e, terwijl je naar het voortgezet onderwijs gaat. Nou is het voor ons gemiddeld 50 jaar geleden dat we die momentum hebben meegemaakt, het basisonderwijs. Voor mij een jaar geleden, hoor. Vooruit. Sommige mensen leren nooit toe. Maar Jan, je hebt gelijk. Jij hebt vroeger wel aardrijkskunde gehad, maar je hebt vroeger geen IT gehad. Nee, dat klopt. Jij was vroeger, nou het bestond nog ineens niet natuurlijk, maar Bas bijvoorbeeld, die is in een soort hybride tijdperk opgegroeid, dat er de dingen wel beschikbaar waren, nog niet zoveel als vandaag de dag, maar in ieder geval voldoende om daar kennis mee te maken. Bas, hoe heb jij dat ervaren, dat die mix van technologie en echt wat Robert op zin speelt, de kennis van de scholing. Laten we voorop staan dat ik beide vakken wel gehad heb. Dat is in ieder geval positief. Dus, ja. Maar we hebben ook natuurlijk een stukje IT-kennis opgekregen. Ja. Typles en zulke dingen. Ja. Ik denk dat voor je professionele carrière dat goed meegenomen is. Maar zijn dat noodzakelijke dingen? Ik denk het niet. En dan praat je over de typles. Ja. Ja, die heb ik 50 jaar geleden ook gehad. Dat klopt, ja. Nee, maar dan op een toetsenbord. Ja. En hoe je het beste met Word om kan gaan. Dat is een ander soort typles. Ja, ik had nog zo'n groot ding. Ja. Nee, maar ook hoe je met Word omgaat. Hoe je met Windows omgaat. Ja. Ja. Kijk, het is handig om dat te weten. Maar ik denk tegenwoordig dat elke jongere dat al zelf weet. Exact. Ja. Frank. Ik wil er graag wel iets over zeggen. Want straks heb ik het gehad over visie en dat soort zaken. Mm-hmm. Wat er al markeert. Wat er volgens mij ook al markeert. De groepen worden groter op de basisschool. Voor onderwijsgevende kan ik me voorstellen, met al die mondige kinderen, zeg maar, dat het ook wel vaak een uitdaging is. Ik ken een aantal mensen die in het onderwijs werken. En wat mij daar opvalt is dat die mensen, of ze nou 40, 50 of 63 zijn, ze hebben ooit een opleiding gevolgd en de bijscholing heeft niet veel plaatsgevonden. Dus het is een ander onderwerp dan de vraag die Rob net eigenlijk stelde. Tijden veranderen en de tempo waarin de veranderingen plaatsvinden, die versnellen volgens mij ook al tientallen jaren. Ik zei het net al, het wordt allemaal een beetje in systemen gegoten waar we controle op kunnen houden. En we vergeten te kijken naar buiten en te luisteren naar wat de behoefte zou zijn om het onderwijs aan te passen. En dan komen we terug op dat punt. Hè. Ja, daar moet een stukje historisch besef in zitten. Dus een aantal basiszaken, hè, zoals een holocaust bijvoorbeeld, die zouden in het onderwijs overgebracht moeten worden. En van de andere kant geloof ik er heilig in dat we in de toekomst afgaan van die klaslokalen waar 30 of 28 of 35 leerlingen zitten en dat we toegaan naar veel meer individuele en groepsontwikkeling. Waarin een leraar, zeg maar, meer een coachende, begeleidende rol gaat krijgen. Okay, nou, maar dat betekent wel dat er nog een heel omscholingstraject... Men moet ook discussiëren, toch? Nou, die coachende, begeleidende leraar, daar zijn we al 30 jaar mee bezig. En dat is een volslagen mislukking. Ja. Waar jij hebt het over de basisschool waar al die kinderen zitten, daar is het coachen en begeleiden is iets minder dan in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Het principe van coachen is dat men zegt, dat is namelijk de ondergang van het onderwijs geweest. Een leraar hoeft niet veel te weten, want je kunt het opzoeken. Die opleiding, daar is van 80% inhoud en we gegaan naar 30% inhoud en 70% geneuzel. Dus didactiek, zogenaamd pedagogiek en weet ik wat allemaal. En dat noemen ze het nieuwe leren. Dus het proces is belangrijk. Wat doe je tijdens het proces als kind of als leerling? En het resultaat is minder van belang. Coachen is belangrijk. En er bestaat ook in het beroepsonderwijs zoiets als een DOLA. Weet je wat dat betekent? Docent op loopafstand. Dus dan ben je in een,
in een grote zaal met allemaal computers. En daar zitten 100 van die studenten op het mbo, het ROC. Die leraar zit ergens ver weg in de glazen hok. En die leerlingen zijn de hele dag bezig met YouTube, met noem maar op, maar niet met de les. En daarom het coachen. Ik denk dat het coachen als integraalsysteem niet deugt. Maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is. Want je kunt mensen wel opleiden. Nou. Je kunt mensen in hoe ze moeten coachen. Maar ja, dat is iets anders. Ik wil er even wat aan toevoegen. Ik ben ervaringsdeskundige. Ja. Dat klinkt heel gek. Maar ik heb zojuist een universitaire studie afgerond. Governance en bestuurkunde. Ja. En ja, kun je dat in regeltjes schieten? Nee, dat is een gevoelsstudie. Dus inderdaad wat jij zegt. 30% materie, stof. Ja. En 70% allerlei ervaringsdeskundigen. Ja. Die jou proberen... in te wijden in de geheimen van de bestuurskunde. Dus ik kan er wel aardig mee. Dat is ook een nieuwe manier van leren natuurlijk. Dat is niet goed. Het examen maken. Wat jij zegt, dat klopt wel. Ja, maar ik heb het over de leraaropleiding... waarin 70% pedagogiek en didactiek zit... en 30% maar inhoud. Het respect voor een leraar... heeft één op één te maken met de kennis die hij heeft... en de wijze en de uitstraling die met betrekking tot die kennis... overgedragen wordt aan een leerling. Als je die kennis niet hebt, dan kun je net zo goed les kunnen geven, maar daar moet je het dan over hebben. Okay. Maar jij hebt het over de kwaliteit van de opleidingen. Ja. En dat die moet veranderen. En ik denk dat we daar allemaal wel over eens zijn dat die absoluut beter moet worden. Inhoudelijk. Ja. Oké, okay. Ik wou het graag afsluiten, heren, want we zouden één blok hebben, het zijn er drie geworden. Het is ook helemaal niet erg, want ik denk dat het heel belangrijk is dat 50PLUS... hiermee naar buiten treedt en laat zien dat 50PLUS niet alleen maar is blijf van mijn poen af. We gaan het hebben over leeftijdsdiscriminatie als het gaat om het vinden van een baan. Wij gingen de straat op deze week en wij vroegen aan het publiek... hoe ervaart u dat? Of merkt u dat? Of wat vindt u ervan? We gaan heel even kijken. Vindt u dat ouderen worden gediscrimineerd tijdens het solliciteren naar een baan? Ja, ik ben er natuurlijk nooit zelf bij, maar ik kan het me wel voorstellen. En ik denk dat de ouderen juist meegenomen moeten worden, want die hebben de meeste ervaring. En wat ik dus hoor in mijn eigen vak, is dat de jongeren ervaring missen. Omdat ze opgroeien in een telefoonwereld die niet echt is. En de ouderen die willen gewoon aan de slag. Dus... go met de ouderen. Men zegt dat het inderdaad wel vaker gebeurt, dat klopt. En waarom weet ik ook niet. Want we zijn allemaal hetzelfde. Of je nou overjong bent, of Nederlander of andere buitenlander, dat maakt in wezen niks uit. Dat moeten allemaal dezelfde kans hebben. Dat is wisselend, denk ik. Ik heb hier zelf gesolliciteerd naar het ziekenhuis in Limburg. Toen was ik 55. En ik ben toen aangenomen en heb ik tot mijn pensioen gewerkt. Zou de overheid daar wat aan moeten doen? Of zelf voorbeeld zijn door ouderen aan te nemen? Nou, er zijn er nog bij de overheid zat die met 70 jaar nog werken. Dus degene die daar zin in heeft, ja, die moet dat zeker kunnen doen. Ja. Ja, zeker, tuurlijk. Alles wat je stimuleert zal op den duur meehelpen aan een betere maatschappij. En ik vind het altijd heel zuur eigenlijk om over ouder te spreken als je ervaring hebt. Toch? Ouder klinkt zo, ja, ouder al afgedankt. Iedereen wordt oud en laten we dat gewoon doen in alle tevredenheid en wat de ouderen zelf willen. En het woord ouderen misschien vervangen door ervaringsdeskundigen. Dat altijd. Een voorbeeldfunctie heeft een overheid altijd. Of je nou een gemeente of een andere overheid bent, dat is allemaal voor mij hetzelfde. En dat is inderdaad, een voorbeeld doet goed volgen. Ik weet niet of ze meer ouderen aan zouden moeten nemen, dat weet ik niet. Je moet goede mensen aannemen. Er zou een gedragsverandering moeten plaatsvinden en ik weet niet of de overheid daarvoor kan zorgen. Dat zit een beetje in de mensen, denk ik. Als bewezen is dat dat zo is, denk ik wel, ja. Want men wordt toch verplicht om tot 67 jaar te werken. Nou ja, ik denk dat het vooral aan de ouderen zelf ligt. Als je initiatief neemt, denk ik best dat je wel ergens plek kunt vinden. Ja, dat vind ik wel. Dat is eigenlijk het eerste vereiste. Want dan zal iemand moeten beginnen om dat te doen. En dan is de regering toch eigenlijk een van de mensen die het dan de start moet geven, toch? Ik denk dat iedereen daar voorbeeld, zowel de overheid als ook bedrijven. En dat ze ook moeten denken dat ook 55-plussers toch een hoop bagage hebben. En ook jongeren blijven ook denk ik niet meer 40 jaar bij hetzelfde bedrijf. Dus het is goed om een mix te hebben van jong en oud. Ja.
De stelling in dit geval is ouderen discriminatie als het gaat om solliciteren. Maar de stelling is eigenlijk, zou de overheid niet het juiste voorbeeld moeten geven door in die categorie mensen aan te nemen? Dat is een stelling die ik eigenlijk zou willen neerleggen. Ja, het is eigenlijk een leuke stelling inderdaad, want van de ene kant zeggen ze van leeftijdsdiscriminatie mag niet, moet niet en hoeft niet. Maar als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd bij de overheid zelf, bepaalde functies, dan is dat zeer zeker exclusief de wat oudere. Frank, wat is jouw input daarover? Ja, ook vanuit ervaring. Ja? Ik ben een lange periode zelfstandig geweest. En het verschil, zoals eigenlijk in het filmpje ook al terugkwam, de straatinterviews, het verschil per organisatie. Ik heb zelf ervaring zowel in het bedrijfsleven als in de overheid als in de zorg. En viel mij juist op dat binnen de overheid vaak, ik zeg niet overal, maar al wel goede voorbeelden worden gegeven. Nu help ik organisaties nog met het vinden van mensen, zoals dat mooi heet, hè, werving en selectie. En juist bij gemeenten waar ik voor werk of overheidsclubs, ook wel, hangt een beetje van de functie af, in de zorg, maakt leeftijd niet zo'n groot verschil. Ik heb in het bedrijfsleven wel vaak gezien, ook in de markt, collega's noem ik het maar even, hè, dat het wel verschil maakt en dat die collega's zich ook, ik noem het maar even, een beetje schamen, hè, dat ze moeilijk aan het werk komen. En die worden dan niet gediscrimineerd op de inhoud, hè, of op de kennis, maar echt op leeftijd. Ja. Voor jou heb ik iemand van 20 jaar jonger. Ja, Jan? Nou, volgens mij moet je een goede leeftijdsopbouw hebben die een beetje correspondeert met de leeftijdsopbouw van heel Nederland. Mm-hmm. Ik heb zelf 48 jaar bij één en dezelfde baas bij de overheid gewerkt. En was in de tijd dat ik daar aangenomen ben, werden er 20, 30 per jaar aangenomen. En je ziet dus inderdaad 40, 50 jaar later dat die mensen allemaal tegelijk weggaan. Maar dat betekent ook dat je dus gedurende die tijd, dat heb ik zelf meegemaakt, heel veel collega's van mezelfde leeftijd heb en weinig jongeren. Ik vind ook dat je jongeren moet hebben. Je hebt hier ook een quota voor vrouwen gehad. Overal moet quota voor vrouwen. Yes. Ik vind ook dat je een quota moet hebben voor mannen en of voor mannen, voor mij, voor ouderen. Dat je op dus een gegeven moment zegt, een quota voor 50-plussers. Het is niet verkeerd dat je een 50-plusser in dienst neemt. Nee. Want die man of vrouw heeft verschrikkelijk veel ervaring. Tenminste, dat moet je nou, natuurlijk selecteren. Met name omdat hij nog 17 jaar moet werken. Wat Frank ook dat, al ja. Zei, dat heeft die mevrouw in een filmpje net ook gezegd. Daar moet je gewoon aan denken. Bas, een quota voor 50-plussers. Jij als jonge man, wat denk je daarvan? Nou, die geen enkel moeite heeft om aan een baan te komen. Mijn mening is, kwaliteit telt. Niet de leeftijd en andere randzaken. Dat is het belangrijkste. Als iemand kwalitatief beter is, hoort hij op die functie te zitten. Als je wilt, de beste kandidaat. Ik denk wel dat het voor elk bedrijf verstandig is om een goede mix te hebben. Precies. Want kan jong van oud leren. Precies. En oud kan van jong leren, omdat de jonge generatie vaak nieuwe technieken heeft geleerd. Ja. Dus dan heb je een goede samenmix van kwaliteit en nieuwe technieken die samenkomen. En dan denk ik dat je optimale resultaat hebt. Maar discriminatie bij de sollicitatieprocedure zou nooit moeten gebeuren. Absoluut niet. Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is, maar het gebeurt gewoon. Ik denk dat het van beide kanten gebeurt. Ja. Want ook voor jongeren die bijvoorbeeld een managementfunctie zouden willen hebben, die wordt gezegd, te weinig ervaring. Ja. Terwijl dat niet, helemaal niet hoeft te zijn, want misschien heeft hij meer kwaliteiten in management dan die oudere man. Ja. Van de andere kant tegen de ouder wordt gezegd, u bent overgekwalificeerd. Inderdaad. Wat een ander woord is voor je bent oud. Of te duur. Je bent te duur geworden. Ja, maar daarom ben ik van mening, je moet naar de kwaliteit kijken en niet naar de randzaken zoals leeftijd. Ja. En hoe kunnen we dat kwaliteitsplaatje wat helpen als 50 plus? Kijk, onze doelgroep is natuurlijk, laat het duidelijk zijn, de 50-plussers. Mm-hmm. Maar uit eigen ervaring weet ik ook dat die leeftijdsdiscriminatie al begint in een eerder stadium. Het speelt al vanaf 40. Op het moment dat je de 40 passeert, val je in de oudere doelgroep, want ze willen niet meer investeren in die langere tijd daarna. Ze willen liever jongere mensen hebben. Ik heb het uit eigen ervaring ook mogen meemaken. Ik heb ook eens een keer een rechtszaak gevoerd tegen een werkgever. En de verdediging van de advocaat van de andere kant was, ja, hij is nog geen 40, dus hij heeft nog volop kans in de markt. En dan praat je al over 20 jaar geleden, hè, mind you. Dan zeg ik even niet hoe oud dat ik ben. Maar, maar dat was het toen al. Ik denk dat het heel lastig aanpak is, maar
Je zou eventueel natuurlijk een soort meldpunt kunnen starten waar... Dat is er al. Nou, dan is daar al een goede oplossing voor en moeten mensen zich daar ook melden. Want dan kun je kijken of dat iets structureels is. Oké, als we nou 100.000 meldingen krijgen, Frank, op dat meldpunt. Wat zou daarmee gedaan kunnen worden? Moet daar een maatschappelijke campagne voor komen? Hoe kunnen we onze werkgevers een beetje een soort van awareness kweken dat, dat ouderen wel degelijk waardevol kunnen zijn voor een bedrijf? Volgens mij heeft het een aantal invalshoeken. Ik weet niet of je vandaag hier al wel kan of gaan noemen. Meldpunt ja, maar dat lost niks op, denk ik. Want we hebben helaas wel vaker gezien dat er meldpunten waren waar niet zo heel veel mee gedaan wordt. Ook hier geldt, ik denk een paar dingen, ook in haakend op wat Bas net zei, hè? Leven lang leren. Want wij... zeg maar, benoem hier iedereen bijna als een groep van ouderen. Maar in die groep van ouderen zit een grote diversiteit. Hè? Er zitten mensen in die hun leven lang bezig zijn geweest om zich te ontwikkelen. Die zijn makkelijker inzetbaar, denk ik, dan iemand die zeg maar 40 jaar precies hetzelfde heeft gedaan en nooit veel heeft geïnvesteerd in de... Ja, ik bedoel daar niks persoonlijks mee. Nee, grapje. Dat bedoel ik jou niet mee, Jan, hoor. Maar het is wel zo, hè. Er zijn mensen die gaan ergens werken. Die vinden dat, maar dat is mijn insteek, dat de werkgever en de overheid voor hen moet zorgen. Maar zeg ik eigenlijk, je moet ook voor jezelf zorgen. En je moet er zelf voor zorgen namelijk dat je aantrekkelijk blijft. Dat je inzetbaar blijft. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat er zit veel vooroordeel volgens mij in. Hè? Van als je ouder wordt, kan je niet meer zo goed vooruit. Of ben je te duur. Of, ja, dat is maar zeer de vraag. Want ik heb ook veel oudere mensen gesproken die best bereid zijn om hun ervaring en hun kennis over te dragen, in te zetten. En misschien wel voor minder geld. Ja. Nu hoor ik regelmatig dat met name in de zorg, waar een groot tekort is, het eigenlijk geen enkel probleem is om als 50-plusser of 55-plusser in te stromen. Graag zelfs. Hè. Die brengen ook een stukje emotionele waarde mee natuurlijk, een stukje levenservaring. Maar dat is wel een van de kansen die nu gegeven wordt met deze grote arbeidstekorten. Desalniettemin zijn er nog voldoende andere plaatsen op te noemen waar ook tekorten zijn, waar de ouderen gewoon niet aan de bak komen. Maar hoezo zou iemand van 50 geen politieagent meer kunnen worden? Ik denk dat het juist heel goed zou helpen. Jos, Jan, denk jij dat een nieuwe politieman van 50 niet een hele pak levenservaring meebrengt dat situatiecontrolerend zou kunnen gaan helpen? Ik denk dat dat heel goed kan. Die man of vrouw van 50 of nog ouder, die moet je denk ik niet bij de ME zetten. Dat die achter een paar boeven moet rennen, want dat wordt er wat minder op die leeftijd. Dat is ook niet erg. Maar die heeft inderdaad, wat jij ook zegt, andere ervaring. Die kan gezag, op het gebied, gezag, die kan het gezag. De buurtagent, de bromsnor die we missen. Perfect, kan die dat helemaal heel goed doen zelfs. Ja. Dat is voor handhaving is dat perfect. Toch even op die 48 jaar ingaan die ik gewerkt heb bij de Belastingdienst. Belastingdienst, dat wordt bijna niet te noemen. Ik heb natuurlijk, en dat gaat niet om mijn verdediging, maar ik heb verschillende functies gehad. Ik ben van Almelo naar Emmen gegaan en van Emmen naar Zwolle en van Zwolle naar Groningen. Ik ben overal geweest. Dus dat maakt allemaal niet uit. Ik heb interne HBO-opleidingen moeten volgen van 3 jaar fulltime. Dus ik heb van alles gedaan. Dat kan ook, gelukkig, binnen maar de een stukje zelf. Dat is een goed voorbeeld. Dat kan heel goed en dat is perfect. We gaan het hebben over koel, helder water. Ik heb hier aan tafel 4 mensen van de waterschappen. En Gerard, zullen we met een voorstel rondom? Ja, lijkt me een goed idee. Het is koel, helder water 0.0, hè? Dat is waar. Hè? Precies. Maar laten we eens beginnen aan mijn rechterhand met het voorstel. Marcel. Marcel Richter, lijsttrekker van het waterschap Limburg en ook raadslid in de gemeente Maasgouw. Dank je, Jan. Ik ben Jan Vonhoff uit Assen, Drenthe. Ik ben nu 2 periodes lid van het algemeen bestuur van Hunze en Aas, het waterschap in Vindam. En ik ben nu lijsttrekker voor 50PLUS. In het waterschap Drents-Overijsselse Delta, want ik ga binnenkort verhuizen naar dat gebied. Mooi. Frank? Frank Aerts, lijsttrekker 50PLUS, waterschap De Dommel.
En Gerrit? Gerrit Sprik uit Apeldoorn, lijsttrekker voor Vallei en Veluwe. En ik heb de twee periodes in het waterschap gezeten. Mooi. Nou, wij zijn Robert en Gerard, ondertussen wel bekend. En aan de microfoon hebben we eigenlijk onze kandidaat voor de waterschappen Den Dommel, Anita. Anita, stel je even voor en begin gelijk met de stelling van vandaag. Ik ben Anita van Hoeken. Ik ben fractieondersteuner 50 plus Eindhoven. Ik heb me aangemeld voor de waterschappen en sta nummer 3 op de lijst. Mooi. En mijn stelling is, wij hebben hier, zou het niet een idee zijn dat wij het drinkwater ook controleren voor de waterleiding, voor de waterleiding. Dus dat wij ook controle krijgen over het drinkwater. Oké, dus eigenlijk is de stelling, waarvoor hebben de waterschappen niet de controle over het grondwater? Kwaliteit. Nee, dat zodra het water naar boven komt, dan neemt de waterleidingbedrijf het over. Ja. En daarom zouden wij als waterschap ook controle willen krijgen over ons schone drinkwater. Oké, nou dat is een hele interessante stelling. Ik denk dat heel veel mensen dat totaal niet beseffen. Oh. Die denken de waterschap die gaat over alles wat met water is. Nee. Maar dat is dus niet zo. Waarom is dat niet zo, Frank? Omdat het waterschap zich primair richt al sinds 1255 uit mijn hoofd. Zijn de eerste waterschappen ingericht, opgericht. En een waterschap houdt zich bezig met schoon water, voldoende water en droge voeten. Oftewel, we wonen in Nederland. Nederland heeft veel gebieden die lager zijn dan de zeespiegel. Nou, daar moet je iets mee, want anders is er een groot deel van Nederland op termijn staat niet meer op de kaart. Je moet ook zorgen dat er voldoende water in de bodem blijft, omdat dat goed is voor de natuur, et cetera. Ja. En omdat dat de basis is voor drinkwater. Waterschap is inderdaad geen drinkwaterbedrijf. Nee, maar als de waterschappen de drinkwaterkwaliteit niet controleren, wie doet dat dan, Marcel? Nou, de drinkwatermaatschappijen zelf, die controleren of het water schoon genoeg is om zeg maar, te leveren aan de burger. Het waterschap is er wel voor, staat er wel voor aan de lat om zeg maar, het schoon oppervlakte water te hebben. Maar tot nu toe is het eigenlijk dus gewoon de slager keurt zijn eigen vlees. Zo zou je kunnen zeggen. Alleen er is ooit in het verleden een verdeling gemaakt tussen wat het waterschap doet, wat de provincie doet. Want de provincie gaat bijvoorbeeld over het grondwaterpeil. Mm-hmm. En de waterschappen gaat over waterkwantiteit en waterkwaliteit. Gaat de provincie over de kwaliteit van het water? Nee, het waterschap gaat dus over het waterpark. Eigenlijk gaat geen enkele overheidsinstantie over het meest essentiële voedingsmiddel wat we hebben, water. Ja, maar daar gaat het waterschap, dat zei je net. Dat is oppervlaktewater. Ja, dat is oppervlaktewater. Maar het drinkwater wat uit de grond komt, de kwaliteit daarvan, wordt alleen maar gecontroleerd dus door de drinkwatermaatschappij. Jan, wat vind jij daarvan? Zou dat moeten veranderen of moet dat gehandhaafd blijven? Nou, mijn stelling zou zijn om dat te handhaven. Ik denk dat het waterschap genoeg taken heeft, primaire taken die net genoemd zijn, om die uit te oefenen. Nou, ik hoef niet te zeggen wat we allemaal in de riool stoppen als we 's ochtends opstaan en in de loop van de dag doorspoelen. Dat moet wel gezuiverd worden. Dat doen we in een rioolzuiveringsinstallatie. Ja. Dat gaat uiteindelijk met zuurstof, met hele technieken wordt dat zodanig gezuiverd dat het aanvaardbaar en volgens een bepaalde kwaliteitsnorm op het oppervlaktewater wordt geloosd. En uiteindelijk is het de bedoeling dat dat natuurlijk zijn natuurlijke weg gaat en uiteindelijk ook de grond intrekt. En na zoveel tijd gaat op een gegeven moment het drinkwaterbedrijf het grondwater oppompen voor dit glaasje water. Ja. En het is natuurlijk ook nog zo dat op enig moment in Drenthe bijvoorbeeld hebben we twee verschillende soorten. Want je hebt grondwater, maar in Drenthe is het zelfs zo, en dat is wel heel uniek in Nederland, een van de uniekste plekken, dat de Drentse A, een hele mooie kleine meanderende riviertje, wordt in Groningen gebruikt om rechtstreeks van het oppervlaktewater drinkwater, dit glaasje water te maken. Heel bijzonder. Okay. Dat kan wel. Ja, Gerrit, wat is jouw mening daarover? Wie moet nou eigenlijk garant staan voor de kwaliteit van water? Nou, ik denk voorlopig dat het zo moet blijven. In Vallei en Veluwe doet Vitens dat. Veluwe staat bekend dat ze de grootste oppervlakte heeft van zoet water. Mm-hmm. Nou, daar gaat het water door de filter, de natuurlijke filter, dan wordt die netjes gefilterd. Als wij riool zuiveren, dan hebben we heel veel technieken om daar grondstoffen uit te halen. Maar
Ze zijn druk bezig om medicijnresten eruit te halen, plastics uit te halen, al dat soort stoffen. Dus het is toch wel vrij intensief om daar goed drinkwater van te maken. Ik ben het helemaal mee eens, het is ook nadelig, want Vallei en Veluwe loost het gebruikte water in de IJssel. De IJssel komt het in IJsselmeer en in Noord-Holland pakken ze uit het IJsselmeer water waar microplastics in zitten en al dat soort dingen. Dus ja, er kan wel wat veranderen, maar dus waterschappen is er nog niet klaar voor. Dus als jullie op de Veluwe niet goed jullie werk doen, dan merken ze dat in Noord-Holland? Ja, theoretisch wel. Ja. En andersom ook, als Limburg niet goed zijn werk doet, maar dan is Zuid-Holland het haasje. Ja. Maar er zijn nog heel veel waterschappen die zich bezighouden met medicijnrestenverwijdering. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk op dit moment op verschillende plekken in Nederland is dat een proef. Er worden een stuk of 4-5 soorten technieken bekeken wat de beste is om die medicijnresten te verwijderen. En dat is wel een heel belangrijk item, want dat is niet alleen voor jouw gezondheid, maar ook voor die van mij. En voor al die mensen en al die jongeren die straks nog drinkwater willen hebben. Medicijnresten, dat is eigenlijk wel een beetje een ondergeschoven kindje geweest. Ja. Het kost alleen wel heel veel geld om dat te regelen. En dat is nog wel een zorg voor ons allemaal. Ja, dat kost veel geld, maar ik denk ook dat het verstandig is om nu al een oproep te doen aan iedereen om geen medicijnresten überhaupt door het toilet sowieso, te smoelen. Ja, en ook geen vet en ook geen andere raak. Maar ik mis misschien iets, maar als het water, het grondwater, als dat verontreinigd raakt, dan zie ik dat terug in mijn drinkwater of zie ik dat verkeerd. Ja, dat zouden dan toch niet aan link moeten zijn. Sommige waterschappen wel, ja. Maar zou er dan toch niet aan link moeten zijn om daar wat meer controle op te hebben, zodat het drinkwater dan van betere kwaliteit? Er is een controle op. Er zijn geloof ik 100 meetpunten. Ja. One out is all out, schreeuwen ze dan. Dan voldoe je helemaal niet meer aan de eis. Maar daar zijn vrij goede controles. Maar wij zitten in het rioolputje van Europa. Ja. Het water komt bij ons binnen. En wij gaan de rivieren niet zuiveren. Wij zuiveren dat wat door de rioolsystemen van de gemeente aan wordt geboden bij de waterschap. Dus al het niet gezuiverde materiaal uit Duitsland, België, Frankrijk, Zwitserland, dat laten we lekker door. Juist hem. Zolang het maar niet in het drinkwater komt. En dat komt in het IJsselmeer terecht. En dan zegt Noord-Holland, we hebben water nodig. Die tappen daar water af. Die doen dat door de duinen heen. Of de kermenduin, ja. Ja. Okay. Maar ja, heb ik het mis als in Limburg het water uit de Maas gaat? Hoor. Er zijn ook punten waar het zou kunnen. Alleen het grote probleem is, wat Gerrit ook al aangaf, met name het vervuilde water uit België. Daar hebben wij heel veel last van. Dus je zult met de Belgen moeten communiceren en zeggen van luister, kijk of je daar wat minder troep in dat water trekt. Want al dat water komt bij ons uiteindelijk terecht. En hebben jullie ook dat gesprek met de Belgische collega? Die de waterschap Limburg voert een gesprek met de Belgische. Het staat nog een beetje zover ik begrepen heb aan het beginstadium. Dus je zult er veel meer intensief op moeten gaan kijken van hoe je dat kunt doen. En met name ook zeg maar de Walen en de Vlamen. Mm-hmm. Ja, met de Walen heb je weer het probleem dat je daar onder een taal variëren. Ja, maar de Vlamen hebben niet zoveel last van. Daar hebben we geen taalprobleem mee. Marcel, mag ik wat vragen? Ik heb steeds begrepen dat de grote rivieren, want je hebt het over de Maas. Dat onder Rijkswaterstaat valt. Dat klopt. Maar en niet vraag, onder het waterschap. Ja, dat klopt. Maar de vraag was of wij ook zeg maar, uit de Maas water tappen. Mm-hmm. Dat is op sommige plekken. Maar alleen, ja goed, inderdaad, Rijkswaterstaat gaat over de grote rivieren, dus Maas, Rijn enzovoorts. Ja. Ik wil daar graag iets op toevoegen. Wij hebben als 50PLUS de LO, Landelijk Overleg Water. We komen regelmatig bij elkaar. Daar zit ook de Eerste Kamerlid in, mevrouw Baai. Daar communiceren we mee wat niet goed is. Dus als we geen stem hebben in de Eerste Kamer, hebben we die kanalen ook niet meer. Dus het is heel belangrijk dat we in de Eerste Kamer een zetel krijgen, zodat we kunnen communiceren. En heel vaak is het
een besluit 50-50, nou dan is die ene zetel net doorslaggevend om het wel voor elkaar te krijgen. Dus ik roep ook op om te stemmen. Nou, dat is absoluut een goede oproep, dat je niet alleen voor Provinciale Staten de Eerste Kamer kunt beïnvloeden, maar op deze manier via de achterdeur ook wel degelijk de waterschap en dus onze kwaliteit van leven kunt beïnvloeden. Het belang van het stemmen op de waterschap. Ja. Ja, inderdaad. Ik wil ook op iets anders even terugkomen. Je zei koel, helder water, koel. Binnen onze waterschap zijn we heel druk bezig met aquathermie. Daar zal ik straks iets meer over zeggen. Op de Veluwe zijn wij als 50PLUS tegen geothermie. Want wij hebben die mooie beken, sprengen. Ga je dan diep de grond inboren, dan ga je al die lagen verstoren, waardoor het grondwater andere kwaliteiten krijgt. Precies. Het waterschap gaat over het grondwater, maar gaat niet over het water wat 100 meter diep zit. Je hebt een papierverwerker, Parenco. Daar proberen wij voor elkaar te krijgen dat ze gebruikt water gebruiken om papier te verwerken en geen water uit de bodem tappen, want ja, dat water is kostbaar. Nou, weer terug op aquathermie. Wij zijn bezig met warmte uit water te halen, zodat het water afkoelt. En dan hopen we dat er weer een Elfstedentocht komt, want als in Friesland het water lekker koel is, dan zal het eerder bevriezen. Nee, dat is in het geintje. Dat zou mooi zijn. Dat is al eeuwen, dat is al altijd zo geweest, hè? De fabrieken die in Leeuwarden staan, we moeten stoppen tijdens een vorstperiode. Ja, klopt. Vanwege de waterwisselingen. Ja, we hebben aan de microfoon Anita nog even staan. Anita. Dan heb ik een vraag. Als het water uit de Maas Nederland binnenkomt, komt daar ook afvalwater van het Roergebied bij? Jazeker, er staat geen douane die zegt, ho, stop. Nee. Ik denk dat het beter aan onze Limburgse waterschap Het punt is, 500 meter verderop gebeurt dat. Ja. Ik wil zeggen, het punt is inderdaad, kijk, het Roergebied, als de Rijn, zeg maar, Nederland binnenkomt, daar zit ook het vervuilde water uit het Roergebied bij. Dan heb je ook nog de Roer zelf, hè, de Roer die zeg maar, van Duitsland naar Nederland stroomt, die is ook op sommige punten voor verbetering vatbaar. Maar wat onze probleem is inderdaad, is dat speelt op twee vlakken, zowel de Maas als de Rijn. Die twee grote rivieren komen het land binnen. Zou het dan niet beter zijn dat waterschap ook in die gebieden, die dus kwetsbaar zijn, toch extra controle zou kunnen krijgen over het drinkwater? Omdat het dus dan toch wel om vervuiling vaak gaat. En chemische vervuiling. Ja. Ja, je zou dus inderdaad afspraken mee moeten maken. Ik denk dat je zeg maar de grens ook over moet gaan. En dat is denk ik ook een taak niet alleen van Limburg, maar ook bijvoorbeeld van Gelderland. Om te kijken hoe je het aan de andere kant nog kunt verbeteren. Ik weet niet wat de exacte normen zijn uit mijn hoofd. Maar ik ga ervan uit dat Duitsland en Zwitserland en Oostenrijk, die toch deel uitmaken van de EEG, of althans daar zwaar mee gelieerd zijn, dat die ook bepaalde normen moeten voldoen om te zorgen dat wij niet 100% vuil water krijgen. En dat het probleem bij ons wordt gedropt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dat is ook niet zo. Dat is ook niet zo. Er zijn normen. Ja. Alleen dat wordt wel eens een keertje overschreden. En dan is de vraag, welk bedrijf of welke industrie heeft dat gedaan? Ja. Dat zie je bijvoorbeeld in België met vroegere Agfa, die filmtoestanden. Dan heb je door de kaderrichtlijn water. Ja. En die regels die zijn er Europees. Alleen, je moet er inderdaad ook zeg maar, jezelf aan houden. Precies. Je kunt ook zeg maar, nog betere normen zoals we hier in Nederland hebben. Ja. Er wordt nog betere normen toegepast dan wat in die kaderrichtlijn staat. Dus je krijgt een beetje het verschil tussen landen. En de ene houdt zich strikt aan de norm. Correct. En voor het andere land, waar het water dan naartoe stroomt, die zegt van dat is eigenlijk het water wat we niet zouden willen hebben. Nee. En daarmee roepen we een probleem voor onszelf af, hè? Juist. Ja. Nou, ik vind dit een mooie afsluiting. Bedankt voor uw bijdrage. Absoluut. Dit was een hele interessante discussie. Ik neem aan dat we de komende weken daar toch nog wel een keer op terugkomen met andere waterschappen. Het belang van ons schoon drinkwater is meer dan alleen maar het uit de grond tappen. Er komt veel meer voor kijken. Dat is al mijn conclusie als ik het over deze discussie. Heel veel bekijken. Ik dank de heren en de dames. Dank.
Ja, we gaan er weer uit en ik zie u graag volgende week terug. En heeft u op- of aanmerkingen of zegt u van nou, dit zou ik wel graag hier een keer op tafel willen hebben. Mail ons gerust en laat het ons weten. Tijd voor anders. Tijd voor 50+. Meld u zich daarom juist nu aan als lid van 50+. Bel nu 0800 52 50 502.